Er heerst beroering onder kunstenaars in ons land vanwege de procedure die is uitgezet voor deze doelgroep bij het ontwerpen van een slavernijmonument. Vele kunstenaars menen dat ze zijn gepasseerd om een bijdrage te kunnen leveren aan een slavernijmonument. Inmiddels is er al een ontwerp gekozen voor het monument en daaraan gekoppeld Slavernijmuseum. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, haalde vandaag tijdens een persconferentie aan dat wat zich heeft gemanifesteerd gestopt moet worden, omdat het niet goed is voor de gemeenschap, nog minder voor de kunstenaars. Er is door leden van de beroepsgroep al gesproken van belangenverstrengeling, doorgestoken kaart, maar ook dat er corruptiehandelingen zijn gepleegd. Ik als voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, een organisatie die een heel jaar door activiteiten organiseert in Suriname, heb uit hele land op en aanmerkingen genoteerd over de wijze waarop de initiatiefnemers te werk zijn gegaan. Het gelopen traject, maar meer nog de wijze op om een dergelijke belangrijke monument te realiseren, verdient absoluut kritiek. Dus u bent met me eens, daarom bent u hier. Wanneer wordt er gestart met een nieuwe, transparante ronde voor de keuze van de slavernijmonument en hoe moet het slavernijmuseum vorm krijgen? Hoe krijgen we met z'n allen dit gedaan? Kunstenaar Reinier Asmoregio, die deel heeft genomen aan de competitie om het slavernijmonument te ontwerpen, zegt dat de Federatie van Visuele Artiesten in Suriname, de VAS, de uitnodiging voor deelname niet naar al haar leden heeft gestuurd. Hij kreeg het via een andere bron. Naar mijn mening, je hoeft geen lid te zijn van VAS, maar die uitnodiging zou dan gestuurd moeten worden naar geheel Suriname, zodat ieder moet weten dat er een competitie gaande was. En dat is niet gebeurd. Oké, in elk geval, ik heb dat bericht via gehad. En nota bene van iemand die eens kunstenaar is. En zo heb ik mijn kunstmaker, meneer John Joe, gecontact. En zijn we getrokken naar het atelier van George Struikerblok. En we hebben natuurlijk ga ik zo hier en daar in detail treden. We moesten 750 SRD betalen als inschrijfgeld. Want daarna zou je alle regels en voorwaarden om mee te doen krijgen. Dat hebben we ook gedaan. En toen hadden we nog een week de tijd gehad om het ontwerp in te dienen. En op papier wat je allemaal gedaan hebt. De kunstenaars zijn niet tevreden met hoe zaken zijn verlopen bij de deelname aan de competitie.